kijkers van IMT. Ik ben Mark en ik ben er vandaag weer in de podcast Tycoon 2 met Ido. Hallo! En ja, we zijn vandaag weer in het park waar Ido dus de vorige aflevering een mooi achtbaantje heeft neergezet. Dus het is echt heel prachtig. Ik ga nog even... Mooi! Ja. Dat is een lelijk ding! Ja, oké, meningen verschillen hè, dus ja. Oh, het eerste bankje is nu al gesloopt bij jouw nieuwe pad. Yep. Hippie pepperoni. Hoe dan? Ja, dat vraag ik me ook af. Het begint bewolkt te worden, dus er staat kans op regen. Ja, dat kan. Nee, ik niet, dat is weer van de Persische Caribbean. Bij mij gaat het zo regenen. Bij mij alleen bewolkt. Rip. Zucht. Maar Ido, ga je nog kraampjes neerzetten op dat plek? Ah, ik had net genoeg geld, maar toen kwam jij aan met jouw vuilnisbakken. En toen had ik te weinig geld. Ze kosten maar 4 euro per stuk. Zodra je er genoeg neerzet, kost het een berg geld. Ja, oké. Draag je als salade ze weer? Ik wil een wc plaatsen. Wc's zijn de makkelijkste manier om geld te verdienen in een pretpark ooit. Ja. En ze gaan niet 30 cent per toiletbezoek kosten. En bij mij regelt het. Wij gaan omweren. Nice. Ik zit even op pauze, wacht even. Lening. Nee. Waarom heb je een lening weer aangeschaft? Van 1000. Oh. Wat denk je? Oh. Ik wilde je mannetjes allemaal uitmelken. Ja. Ja, je verdient het toch weer. Je kunt het toch weer. Precies. Goed genoeg, nu heb ik 1000 terug. Ik kijk hoe hard het gaat, jongen. De lening heb ik weer. Ik heb nu weer bijna 2 leningen terugbetaald. 2000. Lekker. En ik heb weer bijna 500 in kas. Weet je wat, ik ga eventjes reconnecten, lijkt me misschien wel beter. Dat kan. Ik heb weer bijna 1000. Even zien. Oh, en zo te zien heb je een aantal kraampjes neergezet. Een frietkraam. Gewoon een chocolademelkkraam. En een nog een gezondheidskraam. Dank u. Ja, maar ik denk dat we nu maar zo'n beginnetje gaan maken met de nieuwe achtbaan, denk ik. Nee, nog niet! Je moet eerst die kraampjes toch plaatsen, dat is toch het plan? Als jij nu die achtbaan gaat plaatsen, dan hou ik dus helemaal geen geld meer over om die kraampjes te kunnen plaatsen. En die kraampjes, die leveren geld op. Ja, oké. Kijk, nou, dan kunnen we deze hoek nog wel een beetje mooi maken met een soort klein marktje. Marktje, hè. Een markje. Ja, zoiets. Ik markje. Markje. Wel heel jammer. Je had je kunnen verwachten. Ja. Yay, dat werd de synchronisatie. It's happened again. Oh. Even kijken, een paar ballonnen en van een zakje lucht. 1,50.
Maar de VMS nog goedkoop ook nog, volgens mij. Kijk, we blijven gewoon bijna consistent winst houden nu. Dat is wel fijn, ja. Hopelijk gaat het zo weer regenen. Daar kunnen we goed profijt van maken. Nou echt, wat voor afzetten zijn we? 20 euro voor één paraplu. Dat is echt gewoon fucking duur. Ja. Dat was een hele late reactie. Nee. Maar ja, als ik bij die kraampjes een achtbaan neer ga zetten, dan komen daar ook wel meer bezoekers naartoe. Wat... Ja, maar ik wil eerst eventjes hier een paar kraampjes hebben, maar je mag dus wel beginnen met bouwen. Oh, oké. Okay. Maar welke achtbaan zou ik bouwen? Hier tussen. Even zien, vliegachtbaan. Bezoekers hangen in trein onder de baan met enkel... schouderbeugels en krijgen zo de ervaring dat ze vliegen. Ja, bouw niet een al te dure achtbaan. Ja. Maar wel eentje met foto's. Even kijken, heeft hij dat? Ja, ik ga gewoon die vliegachtbaan proberen. De kosten beginnen bij minimaal 3780 euro. Een baanstuk kost 60 euro. Nou, dat is het anders wat ik nu kan maken. Hé, hey, ik kan nog verder. Ja, dat ik net weer geld heb. Nee, je kon nog hoezo al verder. Ik heb nog 300 euro in kas. Oh ja, nee, oké. Okay. Maar ik kan het niet bouwen omdat ik onvoldoende geld heb. Kip. Ja, bij mij kan je wel bouwen. Dat is nou een nadeel aan die netwerksynchronisaties. Ik ga weer in. Ik heb nog een ander ideetje, misschien even tussendoor. Oké. Okay. Een attractie die heel erg druk heeft. Deze attracties nemen niet heel veel plaats in beslag. Heb je dit wel een bijlopen bouwen? Nee. En ik heb echt gewoon 400 euro uit mijn kas. Ik kan eventjes zo'n flieke tapijt bouwen. Zo'n magisch tapijt. Achter die winkels. Trek ook meer mensen. Dat kan. Maar die vliegende schotels, die wachtrij, die is behoorlijk lang. Maar is de wachtrij eigenlijk nodig zo lang? Eerder wel. Wait a second. I got an idea. Die mensen wachten hier gewoon nog in de wachtrij, zie je dat? De Enterprise. Ja. Nou, dit halen we hier weg. Die zetten we een stuk deze kant op. Hierdoor moeten de mensen richting onze winkelstraat. Zullen we daar dan binnenin nog een attractie zetten? Dan heb je dus twee attracties heel dicht op elkaar staan. Wat is meer bezoekers aantrekt? Dat is in principe nog best wel slim, ja. Je moet niet altijd denken dat tuig dom is. Nou, dat je jezelf tuig noemt, dat is dan... Dat zijn jouw woorden, niet die van mij. Ik leg toch mensen op met parapluën? Ja, oké.
Oh, ik denk dat ik al weet waardoor het komt dat die vliegenschotten zo een slecht werken. Als je betrouwbaarheid ziet, 60%. En... Dat is maar nog hoger dan het gemiddelde van het park, dus... Kan vliegend tapijt 1 niet testen, nog niet gebouwd. Oké. Okay. Maar hij staat er wel bij jou. Nee. Ik zie alleen een pad die hij erin. Hij staat er echt, dus. Nou ja, dan zien we het de volgende aflevering wel. Ook goed. Ga ik ondertussen even met mijn vliegachtbaan verder. Kan je helemaal afhaken. We trekken wel steeds meer mensen naar de winkelstraat toe. Dat is dan wel drukker dan aan. Dat is mooi. Wat jammer. We hebben ook een paar grote attracties hebben zitten. Ik dacht dat die wachtrij van de vliegende schotels ook gaan aanpassen. Ja, dat is wel verstandig. Ik die de andere kant op gaan leggen nu. Dat kan. Zoiets. Ja. Dan denk ik zelfs nog zoiets zelfs. Ja, zoveel bezoekers komen er toch niet in. Nee, daarom. Maar die ruimte dingen doet wel weer heel goed. Ja, dat dan wel weer. Onze parkwaardering gaat ook weer omhoog. Klopt. Het gaat wel. Tijd voor meer reclame. De vorige keer ook zo fout. Als de vorige keer fout gaat, hoeven we nu niet fout te gaan. We hoeven niet te leren van onze fouten. We gaan gewoon door met die fouten maken. Ja, oké. Okay. Je moet maar doen wat je niet laten kunt, hè. Oké, ik pak van een UTP-kabel. Waarom UTP? Je kunt beter een touwtje springen. Je kunt beter een STP gebruiken. Ja, maar UTP is ouder. Ja, maar STP is wat beter. In de meeste gevallen. Nou ja, niet voor oude machines. Niet voor oude machines, maar de nieuwere wel. Zo. Ja, maar er zit nog wat meer tussen. De modem die ik hier nog heb staan van mijn provider. Dat is modem en router in 1. Die kan nog geen TCP aan, zo'n kabel. En die protocol snapt hij nog niet echt. Oh, dat is zo'n integrated router. Ja. Ah. Ja, kijk, daar weet ik wel weer wat van. Ja, dat dus ik met mijn Raspberry Pi doe ik die communicatie converter. Ja. Dus ja, een integrated router, dat is gewoon een router en een switch volgens mij in één. Klopt. Dat is wel een route switch, wat dat ook was genoemd. Of ook wel een mod router, wat ook was genoemd op forums. Ja, dat kan. Een modem router. Maar ja, zodra ik overgestapt bij een andere provider, kijk we twee kastjes. Een modem en een router. Ja, dat hebben wij hier thuis ook. En daarbij moeten we een paar repeaters hebben, want anders hebben we in de schuur geen internet meer. Ja. Dat valt net. Waar die antenne zit. Nou, praat maar internet nodig heeft voor precies 3 centimeter dan buiten het bereik. Rip. En er zit een wifi antenne, die zit al precies tegen die wand aangeplakt van het huis. Dus dan moet het ding aan de andere kant van de muur hangen, waar het ding voor in de regen hangt. Rip. En dan vinden de meeste routers niet zo leuk. Mark, moet het ding naar de maan? Ja. Mooi zo, net als Dogecoin dus. Zoiets. Nou, ik denk dat ik daar een beter de volgende aflevering even meer verder kan gaan, lijkt me. Hey, een omgekeerde impulsachtbaan. Oké, ja nee, dat ja, oké, dat kan.
die compacte omgekeerde achtbaan, die doet wel goed van jou. Wat winst hebben we daar nou al mee gemaakt? Geld? 2.821,60 euro bij mij dan. 125,60 euro. Close enough. Nee, maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Later. Tjus.